We zijn onderweg naar een tiny house. Vandaag ruilen wij ons huis in voor een kleiner huis. Alleen minder vierkante meters, maar het is ook duurzamer. Het is off-grid, zonnepaneel, composttoilet. Jullie gaan het allemaal zien. Dus ik heb een aantal kennissen van mij opgebeld die wonen in een tiny house. Die gaan vannacht even naar een hotel en wij passen even op hun huis. Yep, een tiny house. Je hoort het goed. Vandaag gaan Nina en ik uitvinden hoe het voelt om duurzamer te leven. Onze vrienden van Garnier hebben ons uitgedaagd om dat dus te doen in een tiny house van Sanne en haar vriend. Maar die wilde liever niet op beeld. Het tiny house is maar liefst 26 vierkante meter. Ze heeft dus allemaal duurzame dingen in en om het huis. Hun drink- en douchewater is bijvoorbeeld gewoon gefilterd regenwater. Stroom komt van de zonnepanelen. En ze kakken in een emmer. Nou ja, het heet dus een composttoilet, maar daar komt het wel op neer. We zijn dit natuurlijk totaal niet gewend. Maar we gaan deze challenge natuurlijk graag aan de komende 24 uur. Oh nee! En dat gaat niet zonder slag of stoot. Dit is hem hoor, hey. Zou je ons een kleine tour kunnen geven? Ja, dit is dus eigenlijk de slaapkamer. Ja, die kun je dus gewoon zo uitklappen en dan kun je er wel vier mensen aan zitten. Vier mensen? Pannen en zo. Dit is het. Je kan gewoon alles kwijt. In de winter is het koud, maar dan wil je wel een beetje warm zitten. Ja. Hoe gaat dat hier? 1 dikke dekens voor bed. En ja, je gaat gewoon naar de houtkachel. Ja, stook je flink op. We hebben zelfs hout mee. Ja, ja precies. Dat hoor ik de hele tijd, composttoilet. Ja. Maar ik weet nog steeds niet precies wat het is. Nou, het scheidt boodschap 1 en 2. Ja. Daardoor heb je dus minder geur. En voor boodschap 2, dan doe je dus het zaagsel. Die doe je daarop nadat je klaar bent. Dat leg je er gewoon op. Dat leg je komt het gewoon in een bak? Een schepje, ja, kijk. Komt gewoon in een bak, inderdaad. Dit is boodschap nummer 1. Ja. Dit is boodschap nummer 2. Ja, maar dat het even duidelijk is. Straks doen we het verkeerd. Dit gaan jullie allemaal ervaren. Dan schrijf ik het verkeerde gang. Dit zijn houtsnippers, die gooi je er dan gewoon op. Maar dat maskeert toch niet alle geur? Ja, blijkbaar neemt dat gewoon... Ik ruik eigenlijk niks. Ja, want je ruikt niks, nee. We krijgen wel echt meteen spoedcursus. Dat vind ik wel fantastisch. We vangen dus het regenwater op via de dakgoot. En die lopen dan zeg maar door naar de watertank. Ah, hier zit allemaal regenwater in. 2000 liter, ja. Dat heb je ook wel nodig. Hoeveel vierkante meter is het? 26 vierkante meter. 26 vierkante meter. Waarom dacht je, we gaan het even helemaal anders doen? Ja, ik dacht aan een andere soort levensstijl. Minder spullen, meer simpel leven, duurzamer bezig zijn, economischer bezig zijn, meer in het hier en nu. Challenge accepted. Ja, dankjewel. Als je er mogen terugkomen, dan is je wc gewoon weer helemaal leeg. Ja, dat is wel relaxed. Kun je weer lekker 3 weken lang achter een stuk schijten. Heerlijk. Oké. Okay. Doei doei. Nou Nina, kom eens hier. Dit wordt revolutionair. Na deze dag wil jij nooit meer terug. Nou, dat denk ik niet. Nee, maar nu komt het echt alsof ik een of andere luxe poes ben. Maar nee, dat valt wel mee. Ik voel me wel thuis. Ja. Ik ga gewoon laten zien hoe het ons afgaat. En ik ga ook laten zien als ons dingen opvallen. En een van die dingen... Kijk, het is overal net genoeg. Dus je hebt zeg maar... Hier staan 2 glazen, 2 mokken, 1 glas. Hier heb je dan 3 kommetjes. Het toilet hebben we natuurlijk gezien. Dat is dit. Toilet, badkamer. Maar er zit dus gewoon een gordijntje tussen. Dat betekent natuurlijk dat mocht je een keer een nummer 2'tje moeten doen... En dat doet Nina nogal vaak. En er komt af en toe wel eens wat geluid bij kijken. Dat kan natuurlijk. Dan is natuurlijk een gordijntje niet genoeg. Zeker als je bijvoorbeeld visite hebt. Ik wil even testen, want ik moet ook even poepen. Nou, nu lijken we echt een stel die al veel te lang samen is. Dat je in mijn gezicht zit te boeren, zit te praten over kak, dat ik hier moet blijven zitten horen. Wij zijn ook, we kunnen ook heel romantisch zijn. Ja, dat klopt. Maar we leven nu even in een tiny house. Kijk hoe je erbij staat, joh. Je kunt toch even de test doen? Hoorde je het? Nee, ik hoorde niks. Nice. Je zit niet echt lekker te poepen hier, hoor. Ja, en ruikt het ook wel echt, hoor. Je hebt toch wel goed gedaan? Ja. Kakken en zaagsel erop. Ik heb het toilet even getest op comfort. Het is niet dat je daar gaat zitten en dat je denkt, oh lekker, ik blijf hier even ruim 20 minuten zitten. Want zulke mensen bestaan. Nee. Maar het werkt. We hebben ook van onze vrienden van Garnier dit mandje gekregen. En een briefje. Lieve Calvin en Nina, super tof dat jullie de uitdaging aangaan om een stukje duurzamer te leven. Daar worden we van Garnier natuurlijk heel blij van. Om jullie meteen even op de proef te stellen, hebben we een aantal challenges voor jullie bedacht. Challenge 1, challenge 2. Oké, die ga ik morgen voorlezen. Maar, dit is natuurlijk wel even heel lekker. Mocht je nou denken, waar gaat het nou de hele tijd godsnaam over met die duurzaamheid en zo, dan zal ik het even een of andere manier proberen uit te leggen. Kijk, als je duurzaam leeft, dan maak je eigenlijk de aarde zo min mogelijk kapot. Dat is een beetje waar het om draait. Daarom spoelen ze ook niet het toilet door, maar hebben ze een composttoilet. En eigenlijk gaan daarmee de uitwerpselen gewoon weer of terug in de grond, of het gaat op de composthoop en dan daarna weer terug in de grond. Ze hebben geen verwarming, dus alle hitte die ze willen creëren gaat dus gewoon via een kacheltje. De elektriciteit wordt opgewekt via zonnepanelen. En er zijn nog allemaal andere kleine dingen die deze mensen doen om ervoor te zorgen dat ze zo min mogelijk
het misbruik maken van de aarde. En dan zat ik te denken, misschien is het wel leuk om gewoon eens een keer te verkennen hoe het ook kan. En wat ook zo is, en dat bevalt mij eigenlijk wel, omdat je zo'n klein huis hebt, heb je en minder spullen, want je hebt gewoon minder plek voor minder spullen. Ook dat is beter voor het milieu. En als je zo'n huisje leeft, dan heb je op een gegeven moment zulke lage kosten dat je gewoon kan chillen. Dat als je zegt, joh, weet je wat, ik ga denk ik gewoon een paar maanden niet werken, dat het dan ook niet per se hoeft. Dan kan ik gewoon een paar maanden in deze fucking hangmat chillen. Ik heb nou al twee dingen bedacht waardoor dit beter is. Okay. Waar jij je wel eens aan irriteert bij ons thuis. Dat ik mijn jas nooit aan een kapstok ophang. Er is hier geen kapstok. Dat is al weg. En dan heb ik nog een tweede. Als ik kook, zeg je altijd... Nee, de afzagkap moet aan. Ja. Laat staan, er is hier geen afzagkap. Weer problemen opgelost. Dus als jij geen kapstokken zou hebben, dan zou hier overal jassen liggen. Oh nee! Ja, ik meen het. Wat eruit? Hij zit eruit. Kan hij toch een raampie? De raampie moet open. Ja, maar waarom zegt dat nou van? Ja, weet ik veel. Nina zegt nog... Oh, ze hebben ook helemaal geen brandalarm. 3 minuten later. Hé, maar hoe doen zij dat dan normaal gesproken? Ja, wat is het winter? Oh, nou, Tony is bijna in de fik gevlogen, maar... We hebben een AVG. We hebben wel eten. Ja, jullie zien het niet op beeld, maar er hangt hier aardig wat... Hé, waar is mijn bestek? Ja. Hallo, dat ligt gewoon bij je bord, joh. Eet smakelijk! 5 minutes later. Ik hoor je plassen. Ja, niet doen. Ons leven in een tiny house lijkt verdacht veel op een dagje weg. Dus ik moet even aan de arbeid. Ik ga even een beetje hout hakken. Maar ik wil wel dat je vingers fout. Dat je niet gaat uitsloven. Die vinger krijg je dan nooit weer terug. Waarom zou ik me uitsloven? Er is letterlijk niemand om me voor uit te sloven. Ik doe voorzichtig, komt goed. Mocht je trouwens afvragen waar we zijn. We zijn dus op een plaats waar je ook dus allemaal andere tiny houses hebt. Die is van Koen, die ken ik toevallig. Daar heb je er eentje, daar heb je er eentje, daar heb je er eentje, daar heb je er eentje. Dus het is een soort van tiny house park. Nou, best gezellig. Tijd voor hout. Kind kan de was doen. Mijn licht doen, deze. Doen ze niet licht. Oh, wat lekker dit. Ik vraag me iets af. Daar wordt dus geslapen. Plafond is niet heel hoog. Ik wil verder geen trauma's aan jullie veroorzaken, maar de gymnastiek uitvoering van je seksleven zie ik hier niet gebeuren. Nina wil graag weten. Aan alle mensen die in een tiny house wonen. Hoe doe je dat? Tijd om naar bed te gaan. Het is bijna 12 uur. Hey, en als we ruzie krijgen, dan kan jij gewoon daar slapen. Ik denk dat jij daar ook kan slapen. Het enige wat ik nog een beetje ingewikkeld vind aan dit bed is, stel je hebt een nacht waarin je een beetje rolt, bent een beetje bewegelijk. Ik had hier even een soort hek, ja goed, misschien een beetje overdreven, maar ik had een hekje gemaakt. Vind ik toch lekkerder. Je tieft zo hier naar beneden, joh. Schat, dat kan echt niet. Wat moeten mensen denken? Je bent alleen maar aan het boeren, aan het rusten. Ik moet naar je kak luisteren. Dat is het leven in een tiny house, Lied. Nee, want dat doe je in het normale leven ook. Maar kom op, ik wil na 10 jaar nog wel een beetje dat ik je aantrekkelijk vind. Trusten. Goedemorgen, ik heb lekker geslapen. Heb jij ook lekker geslapen, Lied? Ik heb heel lekker geslapen. Nina heeft ook lekker geslapen. En dat is zeldzaam, want Nina slaapt niet heel goed. Maar het is koud. Dus ik kan me niet voorstellen hoe het is om hier in de winter te wonen. Maar boven viel het nog wel mee, maar beneden is het koud. Dus ik ga even snel vuur in de fik zetten. Theetje, vuurtje. Heb het zo weer warm. Thuis. Het is weer een beetje warm, mensen. Gisteren liet ik het al even zien, maar deze brief hebben wij ontvangen. Hier staan 2 challenges op en die hebben jullie nog van me te goed. De eerste is een groen gerecht. Maak iets eet- of drinkbaars met daarin alle ingrediënten die ook in onze Garnier-producten zitten. Zie mand! Nou, over mand gesproken. Dit zijn de producten die ook in deze tori zitten. Nou ben ik niet echt een keukenprins, dus als ik dit in elkaar ga flansen, dan wordt het denk ik een 5,5. Maar Nina, denk je dat we hier een lekker ontbijtje van kunnen maken? Ja, gewoon een smoothie. Boekel, we hebben hier watermeloen. Sinaasappelsap. Nou. Sinaasappels, avocado, honing, havermelkje en havermout. En de tweede challenge is, douche maximaal 5 minuten per dag per persoon. Nou, Nina gaat niet douchen vandaag. Nee, ik ben super duurzaam. Dus, maar ik douche wel elke dag. Ik ben ook best wel een zweetkreeft, als dat een woord is. Dus ik vind het gewoon lekker om elke ochtend te douchen. Maar ik ga het jullie beloven, jongens. Nina houdt straks even de tijd bij, ja. En 5 minuten hem douchen. Ja, jongens, ik moet eerlijk zijn, het blijft toch een vreemde gedachte. Als je dan hebt gekakt, dat je dan niet doorspoelt. Je drukt gewoon niet door. Nina en ik vinden het eigenlijk best wel een beetje meuren. Maar ja, misschien raak je er wel gewoon aan gewend.
Oeh, veel boerenkool. Ja, ik heb wel eens lekkere smoothie gehad. Het is een beetje dik. Eigenlijk moet je er nog een beetje meer melk bij doen en dan even langer laten, want er zit ook nog gewoon een stukjes in. Oké, okay, nou. Het zal vast heel gezond zijn, maar ik vind hem niet geweldig. Het is tijd voor een douche in deze prachtige badkamer. Het is een soort mini badkuip. Mag maximaal 5 minuten douchen, dan gaat het wel lukken. Maar ik wil wel even de haartjes wassen. Even conditionertje erin, hè. Dus ik moet het allemaal even snel doen. Nina gaat de tijd bijhouden. 3, 2, 1. Kom op, word warm, word warm. Ah, dat wordt koud. Dat wordt koud. Fuck it. Ik kan de temperatuur niet zo goed regelen. Hij wordt heet, hij wordt koud, hij wordt alles. Klaar. Kun je wat te doen? Voel je ontspannen na deze douchebeurt? Nah. Relationship goals. Jullie hebben nog wat van me te goed, want jullie weten het nog wel van gisteren. Ze hebben hier een toiletje en die moet eventjes verschoond worden. Wij bazen ons eigenlijk al de hele tijd over het feit dat het toch vreemd is dat je hem niet gaat doortrekken, die wc. Hier, dit moet je er gewoon afschuiven. Oh, wacht, hier aan de zijkant. Filmen. Ja. Je hebt nu met die gore pishanden aan deze camera gezeten. Ik heb mijn hand nog niet weg. Je hebt wel in die bc al met je handen gezeten. Nou, zo. Zo, is ook een klein emmertje. Kijk, als het nou onze eigen kak was, maar dat is het ook niet. Het is ook, het is wel echt, oh wacht, straks waait het weg. Straks waait het weg. Ja, eeuw, je zit er met je hand aan het papier. Ja, straks waait het overal naartoe. Dit is de real tiny house living, Mina. Als je composten... Oh, de geur komt er niet uit. Klaar. Steen erop. Je zit nu met je hand, ga je aan je telefoon zitten. Dit is maak zo... hem zo schoon. Maak hem zo schoon. Echt cool wat je doet. Er is niks zo menselijks als plas en poep. Op zich valt het er allemaal wel mee. Een zakje, in het bakje, klaar. Toerge. Wat me ook opvalt, dit zijn de kleren van de man die hier woont. Alle kleren. Kijk, hier zie je het best. Je hand past er zeg maar net in en dat is... Deze man heeft gewoon 2 broeken, 2 truien, 2 shirts. Klaar. Nou, ik vind het knap. Later. Leven in een tiny house. Weet je hart een beetje me aan deed denken? Ja. Aan mijn studententijd, alleen dan schoon. Gewoon. Ik durf wel te zeggen dat ik denk ik niet in een tiny house zou kunnen wonen. Nee, ik denk misschien niet. Voor een maandje, maximaal. Ik vind eigenlijk het gegeven dat je niet echt je momentje kan pakken op het toilet, vind ik denk het moeilijkst. Nou, je maakt wel eens geluid als je op de wc zit. Wij hebben het echt alleen maar over poep in deze video. Dat vind ik gewoon Jezus. Het meest opvallende hieraan, aan zo'n tiny house. Ik heb respect voor mensen die in een tiny house wonen, maar ik ben wel blij dat ik weer lekker in de auto zit. Oké, okay, lekker naar huis, dag! Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei!